Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. Toen bekend werd waar de nieuwe terminal gebouwd zou gaan worden, toen was al snel duidelijk dat daar nog allemaal zaken lagen. Er lagen nog wegen, er zaten heel veel kamers en leidingen in de grond. En die moeten allemaal weg. Dus het enige wat ik hoef te doen is de plek waar de terminal komt vrijmaken. We gaan de kabels die in de grond zitten verleggen. We gaan de wegen die er nog zijn verleggen. En we gaan het viaduct verbreden zodat dat uiteindelijk de voordeur van de nieuwe terminal op kan aansluiten. Ik ben Peter van Wijk. Ik ben projectmanager van het project Landside Roads and Utilities. En we zijn de wegen en de kabelsleidingen aan het verleggen om de bouw van de nieuwe terminal mogelijk te maken. We zijn al 3 jaar bezig met dit project. En we moeten ontzettend veel uitzoeken, met mensen afstemmen. We hebben als opdracht meegekregen dat tijdens de verbouwing de winkel open moet blijven. Dus eigenlijk niemand mag overlast ervaren van ons. Dat lukt niet helemaal, maar de overlast moet zeker zo minimaal mogelijk zijn. En alles moet gewoon altijd doorgaan totdat het project klaar is. De aansluiting met LVNL, die zie ik daar liggen. Ja. Die zit er ook nu in. De werkzaamheden die we tot nu toe gedaan hebben, is dat we heel veel tijd en moeite hebben gestopt in het maken van een ontwerp. De ruimte was eigenlijk beperkt om alles één op één te kunnen verplaatsen. En aan de andere kant hebben we ontzettend veel tijd en moeite gestopt om met iedereen alle plannen af te stemmen. De werkzaamheden die we nog gaan doen is dat we op 15 december gaan we de Havenmeesterweg afsluiten. Dit is natuurlijk een weg die er al toen Schiphol gebouwd werd in 1967 er ook al lag. De weg vervult nu vooral een functie als busroute. Personeelsbussen van P30 naar P40, al het openbaar vervoer rijdt daarover. De bevoorrading van de terminal. Het is een hele drukke taxiroute ook. Dus iedereen die van de weg gebruik maakt, die krijgt straks een ander plekje. We staan hier wat wij noemen de HHH-knoop. Dat is de handelskade, de Havenmeesterweg en de Herbergierstraat. En we zijn deze kruising aan het verbouwen, want de A-pier die daar aan het verrijzen is, die heeft meer ruimte nodig en daar moeten we de weg voor verleggen. Ook omdat op de Havenmeesterweg de nieuwe terminal komt. En de nieuwe weg die zal daar onder het viaduct komen te lopen. De Koepelstraat noemen we die. En dat wordt de weg die we op 15 december in gebruik gaan nemen. De hoofdmoot van het project, dat zijn de kabelsleidingenverleggingen. Alle primaire voorzieningen van de terminal gaat door de Havenmeesterweg en moet allemaal verlegd worden. Daar liggen de kabels die zorgen dat het licht brandt in de terminal. Daar ligt de gasleiding die zorgt dat de hamburgers in Plaza gebakken kunnen worden. En daar ligt ook een heel belangrijk datacommunicatietraject, wat er eigenlijk voor zorgt dat onze mobiele telefoons werken. En al die kabels en die leidingen, die moeten we gaan verleggen. En daar mag niemand wat van merken dat we ze verleggen. Juist als je dan buiten kijkt en je ziet die hele spaghetti aan kabels liggen, dan kan je een beetje een inzicht krijgen in het feit dat het eigenlijk een hele complexe operatie is. De crux van dit project is dat wij, totdat we alle kabels en leidingen verlegd hebben en totdat we de wegen verplaatst hebben, liggen we op het kritieke pad van het gehele programma voor de bouw van de nieuwe terminal. Dus wij moeten echt op tijd alle wegen en alle kabelsleidingen verlegd hebben, omdat anders de planning van de nieuwe terminal in gevaar komt. We hebben de deadline gehaald. Ja, gelukkig is dat voor elkaar gekomen. Vandaag gaan we de overdracht doen. Onze werkzaamheden zitten erop. We gaan het dus overdragen, symbolisch, aan het andere project die dan het stokje weer overneemt. Dit is een hele belangrijke mijlpaal in de bouw voor heel de terminal. Uiteindelijk moet eerst natuurlijk de plek waar de terminal moet komen, moet vrijgemaakt worden. Dat is gelukt en nu kunnen we dus de volgende stap gaan zetten. Het meest trots ben ik op het feit dat we de deadline gehaald hebben, want het was niet makkelijk en de deadline is bepaald niet op basis van de hoeveelheid werk, maar op basis van de dienstregeling van het openbaar vervoer. Dus we moesten hoe dan ook de deadline halen. En dat is gelukt.